dit. Hey mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we een volledig nieuwe serie starten. Omdat de vorige keer ben ik ook gestart, maar mensen, door het spel dat de update en fouten gebeurde, heb ik helaas moet ik opnieuw beginnen. Maar ik heb wel al een multiplayer account, dus we gaan kijken voor een nieuwe aan te maken. Dus wat gaan we doen mensen? We gaan weg doen en nou profiel beheer en wij gaan een nieuw profiel aanmaken. Dus mensen, zoals je ziet gaan we James Flatstrip Sans innemen en dan gaan we kijken voor een afbeelding. We zijn een man natuurlijk en we gaan kijken voor een vent met een goede baard, een goede volle baard wil ik kennen. Deze is goed, we hebben een mooi vol baard. En dan gaan we kijken voor welk vrachtwagen ziet er ons beter uit. Dus we hebben een Western Star, we hebben een Plymouth, we hebben dan nog een Freightliner, we hebben dan een Peterbilt. We gaan voor een Peterbilt en onze naam gaat zijn Jumbo Transit. Dus dan kiezen we onze taal. En dan hebben we het Nederlands, dan hebben we Californië. En dan hebben we ook nog dingen vallen. Voilà. Kies een bedrijfslogo. Oké. Dan gaan we kijken van. Dat is zo'n beetje. Als we denken aan Amerika, denken we aan de Star. Ofwel Indian, ofwel Eagles. Dus ik ga voor de Eagle. Omdat ik zeg van het is iets speciaals. En zoals je ziet, mensen, heb ik ook een stuur. Ik ga het een klein beetje meer laten zien. Dus zo een beetje naar beneden en dat jullie mij ook nog een beetje kunnen zien. Zo, ja, voilà. Oké, ik zit er na een half wat op, maar voilà. Jullie zien dat ik een stuur heb. Dus onze naam is Jumbo Transit en wij spelen met de stuur en we gaan naar sequentieel. Dus dan gaan we avanceert, dus dan gaan we kijken voor dus ons dingen stuur, dat is ons gas, een rem en dat is ons koppeling. Maar wat ik wel kan doen is dat omwisselen, dit en dan dit in het midden, dan is het, ja, voilà, perfect. Dan moet ik met twee benen maken. En de middenste is dan voor gekoppeling. Als we dan zo. Ja, dat is weer makkelijker. Dan gaan we naar het schakelen. Dan zetten we. Klop 5 en dan klop 4. Dus. Zo. En dan voltooi. En nu gaan we dan ook nog ons griefhoe zetten. Dus zo starten in feite uw spel, mensen. Voilà. Dus is bezig aan het laden. Ik hoop dat hij niet kut doet. Dit moet uit. Dit ook. Oké. Okay. Selecteer een stad waar je wil beginnen. Ik wil ongeveer. Gaan we. Zitten aan de. West Coast. Californië is de West Coast. Dus wij kunnen al uitlopen tot Texas. Dus we hebben New Mexico, Arizona, Californië, Nevada, Oregon, Idaho, Wyoming en Colorado. En Utah. Dus ze kunnen nog genoeg uitbreiden. Dus wij gaan kijken waar gaan we starten. Bakersfield. Maar we gaan de stad pakken. Santa Maria. We gaan Los Angeles pakken. Dus we beginnen in Los Angeles. Dus bevestig. Wil je het tutorial doorlopen? Ja, dan gaan we dat doen.
Omdat ik wil het jullie ook laten zien, ook in het Nederlands wil ik het ook aan jullie kunnen uitleggen. Ik weet dat er veel mensen van jullie Eurotruck spelen en American Truck Simulator. Maar wij zijn nu bezig. Dus we gaan dat eerst allemaal een keer doorlopen. En dan gaan we de knopjes op onze stuur aanpassen. Dat is wel belangrijk. Dus kijk, we hebben E. Dus, voilà. En dan hebben we onze camera's. Even kijken of dat alles wel goed staat qua knopjes. Dus we hebben dit, we hebben dat opschakelen. Dan hebben we handremmen, dus dat is goed. En dan hebben we dit zetten we op 23. Want dan is dat gewoon op mijn stuur drukken en ik kan mijn motor gestel leggen. Dan hebben we nog ons lichten. Dus dan gaan we dit en dit. Klopt het? Lichten laat ik zo. En alarmlichten F, dat laat ik zo. Oké. Klaxon zetten we hier. En dit is dit. Ja, perfect. Dan hebben we B en. Control. En dan zetten we dit hard hier. En dan hebben we. Zijn alles dit goed? De camera lens. Zitten we allemaal goed? Activeer. Dan zetten we dit op hier op. En dit hier. Wereldkaart zet ik op dit, knop 24. Voilà, en dan heb ik dat ook alweer goed gezet. En dan is het alles goed zetten qua hoogte en stoelzetting en zo. Een beetje naar achter. Ons stoel zetten we volledig naar achter, want dat is die van spiegel. En ons stuur doen we een beetje naar beneden, zodanig dat we toch. En ons stoelhoogte ook. Voilà. Dat is zo goed. En als ik nu hier druk, is map. Moet eruit. Aan. Oké. En dan doe. En dan hebben we pauze. Gewoon zo doorgaan, want dan zie je ons GPS. Dan met de camera kunnen we bewegen. En dan als ik zo. Die knop moet ik dan ook hier aanpassen. Garagebeheer, schermafdruk, dan is het
hoofd en de rest. Dit ga ik pakken. F6, dan houden we F6, 7, voilà, dan zetten we weer op 5. Ja, perfect. En dan doen we dit weg. En dan drukken we 1 en... We zijn vertrokken onze eerste kleine lading te doen. Zoals je ziet zijn we nu onderweg, dus we steken onze pinker aan. Op de andere kant. En dan kijk. Ja, ik ben te gewoon van in het midden, dus ik ga mijn pedalen aanpassen. Acceleratie en dan doen we rammen in het midden en koppeling hier. Voilà. Sowieso zo en daar slaan we af. Slecht dus aan, zien we niet. En ik hoop dat jullie mij goed horen. Kijk, het is een ritje van 40 minuten, mensen. Dit zet ik uit. Een beetje te snel, dus cruise control kunnen we opzetten zoiets als we op 55 gaan. Voilà. Ik ga me wel stilletjes aan invoegen. Even kijken. Ja. Ik wil toch zo met dat tot level 5 raken. En voordat ik mijn eigen vrachtwagen koop. En dan vanaf level 5 gaan we met een eerste vrachtwagen kopen. Mensen, ik ben net boven. Mag ik nog afslaan of hoe zit het? Van level 5 gaan we dan kijken voor een vrachtwagen te kopen. En kijken voor dingen toch
omhoog te werken. Ook met het, hoe moet ik het zeggen, met het feit van dat we op ons gemak eerst toch ons kan zijn dat er ook mods gaan inkomen. En wij, ja, een paar mods in deze serie dan, maar nu nog niet. Ik wil eerst jullie laten zien van hoe of wat. En ik hoop dat jullie ervan genieten. Vergeet sowieso niet te abonneren op mijn kanaal. En het belangrijkste is dat we ervan genieten. En ik hoop dat jullie ook genieten van de situatie. Want dat ik heb moeten zoeken ook. En ik speel nu niet zo lang met het stuur. Dus ik hoop dat jullie een beetje, als jullie tips hebben, kunnen jullie me altijd laten weten van, ah, je kunt het zo doen of zo. En dan wij moeten hier af. Kijk, ja, perfect. Maar nu moet ik wel een klein beetje achteruit. Dus dan gaan we naar de 5. Oké, dat zit hier. En dan houden we nou makkelijk. En dan moeten wij gewoon ons daar parkeren. Dan zetten we deze even aan. Voilà, we gaan even zo doen. Wat ik eerst nog ga doen is mijn beeld een keer goed zetten. Kijken of dat alles qua graphics nog goed staat. Voilà. Oké, dan gaan we naar hier en dan gaan we kijken voor graphic. En dan is dat dit en dan is dat is goed en dat is dan goed, is ook goed, is goed. Zonneschijn kleur, daar ga ik wel bij zetten, kleurcorrectie. Voilà. En dan gaan we kijken voor een volgende ritje. En dat is eentje dat we zelf gaan doen. De andere was gewoon de beginners. En we hebben hier een Volvo voor 8000. 7033. Ja, we gaan voor met de Volvo rijden. Dus ik wil vandaag toch 2 levels omhoog gaan. Dus ik ben wel super content. Dus wat we weer gaan doen is eerst dit. En dan gaan we eerst alles goed zetten. Dus dan zetten we ons stoel eerst naar achter. 1, 2, 3, 4. Zo. En dan doen we ons lichten. Stadslichten. Dimlichten. Zwaailichten. En we zetten dan goed helder. Zo. En drukken we hierop. Zet hem in het zesde.
En ik ga jullie ook een keer de vrachtwagen laten zien. Dus dat is de vrachtwagen. Dat is ook wel een mooie vrachtwagen om te beginnen. Dus we gaan een keer in vliegen naar mensen. Ik zal eens een beetje kijken naar die bericht. Ik rijd mooi binnen de snelheid naar buiten. Dus wat doen we? Rijden we naar voren. We kijken naar links. Kijken naar rechts. Rechts is bijna vrij. Nou, rijden we. Oh ja, hij rijdt hier mee. Kut, ik had die niet zien. Ja, begint al. Maar het is niet mijn vrachtwagen, dus. We zijn nu op ons Maxka aan het rijden. We rijden subiet. Als jullie ook tips hebben voor qua scherm of mensen die jullie weten van verkopen tweede scherm en een gaming monitor, laat mij je weten in de reacties. Ik ben op zoek achter een nieuwe gaming monitor, maar een beetje meevallen qua prijs. Ja, ik speel niet op gewoon een grote monitor, een oude tv dat ik heb. Dus, maar ik ben op zoek achter een goede game monitor en hopelijk dat we zo kunnen werken. Als er ook mensen zijn die een samenwerking willen of iets anders, ideeën of een bedrijf weet van oh, dat is keer interessant om een keer naartoe te gaan, laat mij weten, want ik ben wel curieus naar de mensen die over waar kom hij in een keer. Ik zou het niet met spiegel. Maak nog. Oef. En ja, ik ben gewoon op zoek achter mensen die ja, toch weten van waar dat ik of programma's weten van dat jullie zeggen van oh, dat is een goeie. En voor als ik bijvoorbeeld, ik ben binnenkort ook van plan om ben bezig met mijn motorrijbewijs. En we zijn ik wil ook dan als ik in mijn rit doe en ik wil zo'n keer wat muziekjes hebben. Die acteur Clean Vrij zijn is wel gemakkelijk voor in de filmpjes te steken of ben je artiest of iets anders voor, wil jullie een samenwerking en een win-win situatie voor mij als voor u, laat het gewoon weten in de reacties. Dan ben ik jullie ook al heel dankbaar en ik ben gewoon nu. Ja, omdat ik ook een slechte rug heb, mag ik ook niet veel doen, ook niet werken. En ik moet mij toch met iets bezighouden in mijn vrije tijd, om het zo te zeggen.
en we zijn gewoon heel goed onderweg nu. We zijn onderweg naar Barstow, Rail Export. Dus het is ongeveer 3 uurtjes en 12 minuten rijden in het spel. Het is 151 mijl. En ze weten, Amerika weet wel niet wat dat is. Een 1, 2 rijvak, 3 rijvak. We zijn nu onderweg richting Los Angeles, San Diego. Dus ik denk dat we aan de kant gaan zijn van Los Angeles. Ik laat het gewoon staan hoe dat is. Alleen de slaapsimulatie ga ik waarschijnlijk uitzetten. Maar het kan ook zijn hoe dat ik wil ook weten hoe dat in de werking gaat van die slaapsimulatie. Als jullie tips hebben qua tijd en qua dingen en zo, ben ik ook benieuwd om. Kleine overtreding dat ik maak, anders reed ik verkeerd. Ik ben gewoon, ja, als jullie tips hebben, laat mij gewoon weten in de reacties. En ik ga elk bericht ook lezen. En voor mij is dat wel het leukste wat ik kan doen. En als jullie voor mij tips hebben, ik ben super content als jullie mij willen helpen. Als ik kan helpen, ga ik jullie ook helpen. Dan is het voor mij ook wel goed. Het komt het al goed uit dan. Dus, ik wil vooral een dikke shout-out geven naar Jaraski, want het is door hem dat ik eigenlijk serieus ben beginnen gamen. En ik wil ook een shout-out geven naar Ezek Nol, want dat zijn mijn twee grote idolen. Zijn dat ik er een mod ga insteken van dat ik de realistische bedrijven en echt wel meer realistische ga doen, maar uiteindelijk zien we wel dat we hoe ver dat we geraken. En ik wil jullie gewoon erbij nemen bij deze avontuur. Ja, het is een soort een beetje van avontuur. Maandag dan ben ik live met Eurotrucks. Dus kom dan gerust een keer kijken. Het is twitch.tv/jumbovlogs. En we zien elkaar wel op de livestream. De livestream, wat ik allemaal doe tijdens mijn live. Maandag is het Eurotrucks en dat doe ik niet alleen, waarschijnlijk met mijn broeder Glenn. Dus daar doe ik dan mijn livestream mee. Wij doen een convoy dan. En de woensdag is het American Truck Simulator. En de vrijdag is sowieso altijd Call of Duty. Dat blijft een ding bij mij. Dat blijft een mooi stuk voor mij. Dus het is altijd zo'n beetje een variatie. Dus dan weten jullie ook. Vergeet ook zeker niet te abonneren op het JumboVlogs. Mijn kanaal dus. En vergeet ook niet te abonneren op de Ghostpack. Ik zal de link in de beschrijving zetten.
Ik ben jullie al zoveel dankbaar, waardoor dat ik al goede abonnees heb. Wat ik ook nog een keer wil zeggen is, mijn vader die geeft een weddenschap met mij. Dus als wij de 200 abonnees halen, mensen, gaan mijn papa een tongpiercing steken. En ik denk wel dat jullie er wel een keer willen zien. En ik hoop dat jullie er gewoon van genieten, maar nu ga ik even genieten van de ritje. Het is nog 1 uur en 53 minuten rijden. We rijden met een Volvo. Een Volvo VNL. Volvo ook wel een mooie vrachtwagen, maar ik heb liever een beetje old school, een Peterbilt. En het is heel mooi dat we nu een kleine ritje doen. Ik ga deze rit afwerken en inparkeren. Oh, wat ik eerst nog ga doen, mensen, is de gameplay. En dan zetten we dit. En altijd selecteren en dan gaan we makkelijk parkeren doen, want dat is voor altijd het beste te leren. Voilà. We zijn nu lekker aan het cruisen. We zijn nu richting... We zijn nog altijd in Californië. En ik rij op het goede rijvak. Sorry, we cruisen gewoon mooi lekker aan 55 miles per hour. We moeten nog 38 miles afleggen. Dus gaan we verdienen 7.033 dollar. Dus we moeten rechtdoor. En met I. Ze hebben niemand opgepakt. Rechtdoor.
Want die neemt bijna af. Dus we rijden eigenlijk richting Las Vegas. Ik ben zodanig zot van American Trucks, trucks en gewoon het algemene vrachtwagens, motto's, auto's. En daarom dat ik ook zelf bezig ben voor met motorrijbewijs, omdat mijn vader mij opgevoed heeft met motorrijders. Soms dat je mij ook een keer ziet en een t-shirt aan hebben van Support 81. Ik ben een verschrikkelijke fan daarvan. Zoals je ziet. We zijn bijna op locatie. Dus ik ga mijn pinker gaan steken en moet hier af. Dan is het een 5, een klein beetje naar 4. Oké, en dan is het. En dan proberen we hem zelf mooi in te parkeren. Voilà mensen. Oké, ik zal niet perfect, maar we zijn wel gearriveerd. Dus voor vandaag was het de eerste aflevering. Merci om te kijken. Vergeet sowieso niet te abonneren. En nog een keer een dik merci. En ik wens jullie veel plezier. Volgende week komt er de nieuwe aflevering. Vergeet sowieso. Volgende week donderdag ga ik 12 uur live op Twitch. Dus kom gerust kijken. En probeer mij gewoon zoveel mogelijk te volgen. Daarvoor dat ik het ook doe. En de video is ook gesponsord door Gamer Infinity. En in de Gamer Infinity gebruik ik. Ik ga het jullie laten zien, mensen. Gamer Infinity gebruik ik voor meer focus te hebben. En, maar als jullie naar Gamer Infinity gaan en jullie willen iets bestellen, gebruik dan mijn kortingscode JumboVlogs. En dan hebben jullie 15% korting op jullie product. Dus. Geniet van deze aanbieding mensen. En voor Black Friday kan er ook nog iets komen, maar ik weet nog niet wat of hoe. Maar mensen, ik hoop dat jullie genoten hebben van de video en we zien elkaar later.